Het gewezen Tweede Kamerlid Harry van Bommel heeft gisteren in het Lalaroek-gebouw een lezing gehouden met als thema migratie en identiteit in het kader van de relatie Nederland-Suriname. Van Bommel heeft een boek geschreven over de relatie tussen de twee landen. Hij vindt dat mensen moeten weten wie ze zijn en waar ze naartoe willen. Identiteit en integratie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zegt Van Bommel. En als het gaat om integratie, dan kan dat een heel goed instrument zijn. Je kan dan ook wel gaan twijfelen over je identiteit. Want ja, als je uit een ander deel van de wereld komt, dan neem je ook je eigen geschiedenis mee. Je persoonlijke geschiedenis, je familiegeschiedenis, je culturele geschiedenis. Alles neem je mee. En daarom zitten heel veel mensen in Nederland met een andere afkomst. We hebben natuurlijk niet alleen Surinaamse Nederlanders. De grootste groep migranten in Nederland zijn Turken. Maar die behouden hun Turkse nationaliteit als ze in Nederland wonen. Marokkanen. Die behouden hun Marokkaanse nationaliteit als ze in Nederland wonen. Marokkanen kunnen er helemaal niet vanaf. Turken met heel veel moeite. Voor Surinamers geldt dat er natuurlijk bij de onafhankelijkheid een afspraak gemaakt is. En dat ze, ja, ofwel ze bleven Nederlander, ofwel ze werden weer Surinamer. En er zijn in de toescheidingsovereenkomst zijn er afspraken gemaakt over rechten van Surinaamse Nederlanders. Als zij terug zouden keren naar Suriname, zouden in Suriname alle rechten hebben alsof ze Surinamer waren. Ze zouden hier land mogen hebben, ze zouden hier huis mogen kopen, zouden hier een baan mogen hebben, zouden hier mogen stemmen, zouden hier zelfs verkiesbaar mogen zijn in de regering of in de assemblee mogen komen. Harry van Bommel, gewezen Tweede Kamerlid. Het tweede onderwerp tijdens deze kenniskringavond was de recente Tweede Kamerverkiezingen, geen Surinamer gekozen. Gastspreker Maurice Palatsing heeft een analyse gemaakt van die verkiezingen vanuit een Surinaams etnisch perspectief. Palatsing gaf aan dat na bijkans 30 jaar er weer zoveel mensen zijn gaan stemmen. In 1994 werd voor het laatst een kandidaat met een Surinaamse achtergrond gekozen, zegt Palatsing. Ik heb met name gekeken vanuit etnisch en divers perspectief. Ik haal nu even het Surinaamse eruit, maar als we dan kijken naar het totaalplaatje van diversiteit, en dan heb ik het even over de niet-westerse diversiteit, dan zien we dat er wel een aantal mensen van niet-westerse origine in de Kamer terecht zijn gekomen. En misschien kunnen we dan even naar de volgende sheet, want dan heb ik een paar feiten opgeschreven voor u. Het potentieel, als je kijkt naar de cijfers van Centraal Bureau Statistiek, we hebben ongeveer 1 op de 5 mensen uit Nederland heeft een migratieachtergrond. Tegenwoordig mogen we van het Centraal Bureau Statistiek niet meer zeggen autochtonen of allochtonen, maar migratieachtergrond. Waarvan 21 verhoudingsgewijs, ik moet even een kleine nuance maken, 1 op 5 is ongeveer 33 zetels, zouden dus, als je het rekenkundig doorrekent, terecht kunnen komen bij migranten, waarvan 21 voor niet-westerse. Dus dat zou rekenkundig het potentieel moeten zijn. Wat is er uiteindelijk gebeurd? Er zijn 9 zetels terechtgekomen bij mensen met een Marokkaanse achtergrond, 7 bij mensen met een Turkse achtergrond en 0 bij mensen met een Surinaamse achtergrond. En als je dan kijkt tussen aanhalingstekens, daar heb ik ook uit het CBS de percentages van de bevolking bijgeschreven, dan ziet u dat dat toch wel wat dingen opvallen. Marokkanen zijn de grootste etnische groep, 2,33%. Turken zitten daar vlak achter, maar Surinamers zitten er eigenlijk helemaal niet zoveel achter als het gaat om het percentage van de bevolking. Maar staan mijlenveel achter als het gaat om het aantal representanten in de Kamer. Dus totaal zijn er 16 mensen met een migratieachtergrond uit de 150 Kamerleden in de Tweede Kamer terechtgekomen. Ongeveer 1 op 10. Maurice Palatsing, gastspreker tijdens de lezing van de kenniskring. Hij heeft gesproken over de recente Tweede Kamerverkiezingen.